Voor Baantje op Begin breng ik acteurs van huis naar set. Ik ben nu onderweg naar Tichel Gernand met een kop koffie en een donut. Als jij ooit nog eens een lijk in de gracht ziet draaien, dan laat ik hem liggen. Ontbijtservice, hi! Ben jij van de politie? Ja, iedereen verwacht natuurlijk, hè? We gaan Baantje op Begin naar de kok en Fledder. Maar ja, Fledder was er nog niet eens. Nee. Dus in die zin ben ik degene die de kok eigenlijk door Amsterdam gaat leiden en laat zien met het ralen en zalen van de Amsterdamse recherche inhaalt eigenlijk. Want heb je dat als je over de film gaat praten, dat je snel in zo'n accentje? Nou, ik heb wel, ja, ik weet niet of het precies deze stem is, want het is wel inderdaad, ik doe zoveel dingen tussendoor, het is nu alweer een tijdje geleden natuurlijk. Ja. Les 1. Altijd geld op zak hebben. Hier wel altijd andere stemmetjes en andere loopjes. Dus nee, maar ik heb ja. Heb jij dan ook dat je voor elk karakter één paar schoenen hebt? Want ze zeggen toch dat. Nou, dat heb ik vaak wel. Schoenen. Dat, ja, dat begint het. Dat is echt waar. Als je kleding aantrekt in helemaal in de jaren 80, als je zo'n oude Lemmy aantrekt en die laarzen en ja, dan ben je er al half ja. Als acteur. Dus dat is heel fijn. Ik ben echt heel ver gegaan voor deze rol om. En ook wat voor gebied, hoe bedoel je dat? En mezelf echt met pijn aan te doen. Nou ja, kijk, ik heb het niet graag. Ik ben ooit een keer, heb ik behoorlijk wat koken gestoven toen ik 19 was. Omdat ik bekend zijn heel lastig vond en daar een weg in moest vinden. En nou, dan zie je vaak dat dat met of met alcohol of met drugs te maken heeft dan, gek genoeg. Maar daar ben ik totaal vanaf. Maar ik heb wel weer gezorgd dat ik in dat zwarte gedeelte kwam van mezelf. Ja. Wat ik toen meemaakte. En dat maakt het wel. Ik weet hoe zwart ik ben. Ik durfde mezelf niet in de spiegel aan te kijken bijvoorbeeld. Omdat je, dan word je geconfronteerd met hoe je eruit ziet en wie je echt dan op dat moment bent. En dus dat voelde ik wel de hele tijd. En dat was een heel zwart gevoel dat ik meegenomen. Ja. Maar ik wilde wel ook dat je van me hield. En daarom heb ik dat allemaal, heb je allemaal geheimtjes breng ik in mijn rol. Waardoor je wel denkt, it's a lovable guy, man. He takes me. Want ik neem jullie eigenlijk mee, ik neem de kijker mee Amsterdam in. En samen met de kok ga je eigenlijk, kom je Amsterdam binnen. En groeien met de kok in de serie ook mee en met mij naar de oude Baantje toe. Dat is de doodsoorzaak. Nee, hij is verdronken. Pissend voorovergevallen in het water dus. Waarom zeg je nou? Ik denk dat het tof is dat de jongeren, meer nog de jongeren van die toen, de hoeveelheid jongeren die toen kijken, dit nu echt ook te gek gaan vinden. Ja, ja, ja. En dat de oude kijkers het ook te gek vinden, omdat ze nu ineens de jeugd van de kok leren te kennen. Ja, dus het is ook. Je gaat ook weer terug in het oude verhaal, dus dat is ook tof dan. Ja, super spannend. Nou, dankjewel. Jij, ik neem mijn koffer ook mee, want ik ga zo direct weer naar de première. Ja, gaat weer door.